De geneesmiddelen van de week zijn glyclazide en glimepiride. Waarom glyclazide en glimepiride? Dit zijn veelgebruikte geneesmiddelen voor de medicamenteuze behandeling van diabetes mellitus type 2. Ze kunnen echter ook gevaarlijk zijn door de kans op hypoglycemie. Daarom is het goed dat iedere arts iets over deze middelen weet en bedacht is op deze bijwerking. De eerste essentiële stap in de behandeling van diabetes mellitus type 2 is leefstijl. Met gewichtsverlies door gezonde eten en meer bewegen kan farmacotherapie vaak voorkomen of uitgesteld worden. Als alleen hiermee onvoldoende effect wordt bereikt, wordt er gestart met orale medicatie. De eerste keuze is metformine. Indien met de maximaal verdragen dosering metformine geen adequate bloedglucoseregulatie is bereikt, wordt gestart met een sulfonylureumderivaat zoals glyclazide of glimepiride. Andere voorbeelden van een sulfonylureum, of afgekort SU-derivaat, zijn tolbutamide of glibenklamide. SU-derivaten stimuleren de afgifte van insuline door de betacellen cellen van de pancreas. Ze blokkeren de ATP-afhankelijke kaliumkanalen in de betacellen. cellen Dit leidt tot depolarisatie van de cel. Hierdoor wordt de instroom van calcium gestimuleerd en hierdoor de afgifte van insuline via exocytose. De insulinespiegels zullen dus zeker in het begin van de behandeling stijgen. Dit verklaart dat patiënten van deze middelen kunnen aankomen. Glucoseopname door de weefsels wordt immers gestimuleerd door de insuline. Ook verklaart deze werking de gevaarlijkste bijwerking van SU-derivaten, namelijk hypoglykemie. Het effect van een toediening houdt zeker een dag aan. Indien hypoglycemie ontstaat, is alleen een snelwerkende druivensuiker dus niet voldoende. De patiënt moet langdurig gemonitord worden en afhankelijk van de klinische toestand en de ernst van de hypoglycemie een glucoseinfuus krijgen, omdat de bloedglucosespiegel opnieuw kan dalen. Voor glimepiride kan het effect soms zelfs dagen aanhouden, zeker bij een verminderde nierfunctie, omdat dit veel actieve metabolieten heeft. Dat zijn direct de belangrijkste redenen waarom in de NHG-standaard van de huisartsen sinds 2013 de voorkeur uitgesproken wordt om glyclazide te gebruiken. Omdat in het verleden veel glimepiride is gestart en actief omzetten naar glyclazide niet geadviseerd wordt als met glimepiride een bevredigend resultaat is bereikt, zijn er wel nog veel mensen die glimepiride gebruiken. Dit neemt echter aanzienlijk af. Inmiddels zijn er veel meer mensen die glyclaside gebruiken dan glimepiride. Ongeveer 150.000 in 2015. Een interessant maar onhandig feit dat belangrijk is om te weten, is dat de samenstelling van de tabletten van glyclaside 30 en 80 milligram dusdanig verschilt dat de opname van 30 milligram veel effectiever is, waardoor het effect en ook het risico op hypoglycemie vergelijkbaar is met het effect van een tablet van 80 milligram. Dit is ook duidelijk in het farmacotherapeutisch kompas aangegeven. Probeer hier goed op te letten bij het voorschrijven, zodat de effectieve dosering niet onbedoeld verdubbeld wordt of meer, doordat de tabletvorm gewijzigd wordt. Samenvattend, glyclaside en glimepiride zijn SU-derivaten en derhalve tweede lijns medicamenteuze therapie van diabetes mellitus type 2. De afgifte van insuline door de beta-cel wordt gestimuleerd. Dit verklaart direct de gevaarlijkste bijwerking, namelijk hypoglykemie.